Als je veel kookt, moet je veel snijden. En dus is een goed koksmes geen overbodige luxe. Om uit te vinden wat een goed koksmes is, deden wij een uitgebreide test. In dit filmpje zie je hoe dat in zijn werk ging. Een goed koksmes moet scherp zijn. We testen de scherpte door elk mes onder een standaard druk door laagjes papier te laten snijden. Hoe meer papier ze wegsnijden, hoe scherper het mes. Maar een goed mes moet niet alleen scherp uit de doos komen. Het moet ook scherp blijven. Om te bepalen hoe scherp het mes blijft, herhalen we de test met papiertjes 30 keer achter elkaar. Het totaal aantal afgesneden papiertjes is een maat voor de slijtvastheid van het mes. Een goed koksmes zou, mits goed onderhouden en regelmatig geslepen, een leven lang mee moeten gaan. Vandaar dat we in de test veel aandacht besteden aan de degelijkheid en de verwachte levensduur van messen. Een onderdeel daarvan is de hardheid van een mes. Hoe harder het staal waarvan het mes gemaakt is, hoe langer het scherp blijft. We meten daarom de hardheid van het staal door een diamantkogel in de staal van het lemmet te drukken. Een ander aspect van levensduur is de roestbestendigheid. Dit testen we door messen onder te dompelen in een zoutoplossing en ze achteraf te beoordelen. Een koksmes mag niet in de vaatwasser, maar we bekijken toch wat er gebeurt als we dat wel doen. De resultaten van deze test wegen niet mee in het eindoordeel. Als laatste onderdeel van de degelijkheidstest onderwerpen we de messen ook aan een aantal val- en buigtesten, om te zien of we ze gemakkelijk kapot kunnen krijgen. En het laatste testonderdeel is gebruiksgemak. Voor deze test laten we een panel de koksmessen gebruiken. We laten ze cijfers geven voor hoe goed een mes snijdt en hoe goed hij in de hand ligt. Wil je weten welk koksmes het beste uit onze test komt? Bekijk dan de testresultaten op onze website.